zou... Blijf kijken naar Kim's vlog. Wie zou dat nou doen? Nou, de mol. Maar dan mag ik er niks over zeggen, denk ik. Ik ga dus een poel aanmaken. Oh, je vraagt dit zo om 9:30 's ochtends. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video gaan we natuurlijk aflevering 2 van Wie is de Mol bespreken. Helaas is deze aflevering Natja naar huis gegaan. Zelf verdacht ik er niet. Maar wel super jammer, want het was wel een leuke kandidaat. En in deze video ga ik ook uitleggen dat de mol een man is. Maar dat heeft allemaal met verdenkingen te maken en met test en executie. Dus kijk deze video helemaal uit, want dan leg ik het uit, want het is best wel ingewikkeld. En laten we snel beginnen met opdracht 1. Jullie gaan zo in 2 teams een wandeling maken over een kronkelige weg. Jullie beginnen een paar kilometer uit elkaar. En jullie lopen naar elkaar toe. Nou, aan het begin van opdracht 1 zei Rick, jullie moeten 2 groepen maken. Dus de groep gaat een beetje overleggen van wie heeft het meeste kracht en dat soort dingen. En Nikki die stelt een hele slimme vraag. Dat is namelijk, hoe kan de mol hier mollen? Dat stelt ze gewoon open in de groep. Waar Horus op reageert, ja nee, daar komen we zo wel op. In de zin van, stel die vraag maar niet, want ik ben de mol. Dus die vraag wil ik ook niet meer terug horen, weet je wel. Dus... eigenlijk heeft ze hier ook niet meer op teruggekomen en dat is natuurlijk geweldig voor een mol. Oké, we moeten een beetje naar kracht kijken, neem ik aan. Nee, maar laten we het verdelen dat er in elke groep een beetje kracht is. Oké, maar we moeten bedenken, hoe kan de mol hier mollen? Maar laten we dat straks... Nou, zelf vraag ik ook altijd aan mezelf van wat zou de mol in deze opdracht willen bereiken? Hetzelfde wat Nikki natuurlijk vroeg. En in deze opdracht zou dat zijn zo min mogelijk geldstenen meenemen. Maar ook zo snel mogelijk naar het keer 0,5 punt gaan. Want dan heb je wel wat geld verdiend. Maar het is zo weinig dat je echt bijna de pot echt amper omhoog gaat. En dat is natuurlijk super lekker voor een mol. Wat ik ook nog verdacht vond in deze opdracht is bij het groepje van 5 waren er natuurlijk 2 van die lange staven die je zeg maar op je schouder mee kon nemen en er was 1 lege mand en Nikki die claimt echt meteen van die man die loopt er naartoe en die pakt hem meteen op van deze is van mij, van waarom zou je dat doen? Lengte? Zullen wij samen? En misschien ook kracht verdelen? Wie is een beetje sterk? Nou, dan heb je ook nog Peggy, die vond ik ook enorm verdacht in deze opdracht, want toen ze als eerst die bak moest optillen met Natja, zat Natja al van, ah, het is zwaar. En daarna Peggy ook van, oh ja, het is echt zwaar. Dus toen gingen ze wat stenen in Nikki's mandje doen, waardoor ze gewoon weer door konden lopen. En dan op de helft van de opdracht was Nikki vet moe en kwam Peggy van, ja, nee, kom, we sjouwen wel met z'n tweeën, weet je wel. Dus uiteindelijk was Peggy dus meer aan het sjouwen dan dat ze aan het begin was. En het ging gewoon goed. En dit is natuurlijk als mol zijn. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk naar het halveerpunt. Omdat je dan natuurlijk gewoon de helft van het geld krijgt. Je moet je schouder eronder zetten. Ga gaan met je schouder. Ja, maar jongens. Nee, maar echt serieus. Kom. 1, 2, 8. Natja en Peggy kregen dat hele ding niet omhoog. Ze pakt 1 balk met die 2 mannen die ze samen met Natja doet op haar schouder. En de hand die ze over heeft, pakt ze 1 kant van mijn mand. Dus als een soort 3-luik gaan wij met die stenen vooruit. En wat de regie ook nog heeft gedaan, die heeft het stukje van Nikki erin gedaan van ja, ik verdenk Peggy nu echt niet meer. Echt een powervrouw. Dat is het trouwens wel, maar het was een beetje iets te veel van ja, Peggy is echt niet de mol, waardoor waarschijnlijk kijkers ook Peggy van hun verdachte lijst af gaan strepen, waardoor ik haar juist meer ga verdenken. We zijn er niet bij een paaltje, kom! En dan komt powervrouw Peggy naar voren, die zegt, oh, ik help. En hierdoor is eigenlijk Peggy totaal van mijn verdachte lijst af, want zij doet zoveel moeite voor geld. Nou, dan had je natuurlijk ook nog in de andere groep, de groep van 4, had je Rob. En ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat hij een beetje aan het slingeren was en hoe Patrick het noemt, dronken was. Zelf vind ik dit niet echt een molactie of zo. Ik vind het eerder een Leonie-actie van vorig jaar. Je wil heel erg verdacht lijken, maar je bent gewoon een kandidaat om de anderen een beetje op het verkeerde been te zetten. En Jeroen die had dat ook. Die zat de hele tijd auw, auw, waardoor Tycho hem weer ging verdenken. Gewoon een kandidaatactie. Gewoon een kandidaat die een mol wil spelen. Ron? Ja, het leek wel of hij een beetje dronken was, want hij ging echt van links naar rechts, viel hij bijna in de greppel. Dus hij was weer aan het, op zijn rond, aan het kloten. Nou, dan was er ook nog iets anders bijzonders in deze opdracht, want er waren troeven gevonden. En met troeven bedoel ik natuurlijk jokers, want Ellie en Natja die hadden een joker gevonden. En als mol wil je natuurlijk
heel graag dat er jokers of groene vrijstellingen in het spel komen. Want als deze kandidaten deze inzetten tijdens de test, dan weten ze natuurlijk niet of ze op het goede spoor zitten. Ja, voor een kandidaat is het leuk omdat ze misschien doorgaan naar de volgende aflevering. Maar ze hebben geen idee of ze op het goede spoor zitten. En zo blijft de mol natuurlijk onbekend. En dat vond ik dus heel erg verdacht. En wil je nou zelf ook zo'n joker? Ik heb hem van Marktplaats gekocht. En het is echt iemand die maakt hem met de hand. Echt super cool is het. Dus ik zal even het linkje van de verkoper in de beschrijving onder deze video zetten. Zodat je zelf ook een joker en vrijstellingen kan kopen. Ik heb alles binnen, dus je ziet ze waarschijnlijk wel een paar keer door beeld heen. Maar ik vond het in ieder geval super cool dat hij deze zelf had gemaakt. Terwijl ik die 5 stenen pak, zie ik onder in mijn mand een joker liggen. Dan ligt daar een joker tussen de stenen in mijn mand. En ik wachtte even tot iedereen weg was en ik pakte de joker en stopte hem in mijn zak. Niemand had het gezien. Nou, dan was er nog iets verdachts in de groep van 5. Ik vind ze in ieder geval heel erg verdacht. Misschien heb je het al door. Maar dat is Tycho. Ze liepen met de hele groep langs het paaltje van 25 euro. Maar het lijkt alsof Tycho echt naar het paaltje kijkt. Hij kan naar de verte kijken, dat kan allemaal. Maar het is echt net alsof hij naar dat paaltje kijkt. En ik vind het heel erg raar, want er staan zo wat 5 camera's of op dat ene paaltje en je loopt er alsnog langs. En het is in ieder geval heel erg vreemd, want als kandidaat wil je natuurlijk wel geld. En als mol wil je er natuurlijk het liefst langs lopen. Nou, dat uiteindelijk de hele groep bij het keer 0,5 paaltje stond. Natuurlijk de groep van 5 die kwam ietsjes later aan. En Peggy die zat echt zo door te drinken van ja, we moeten naar dat paaltje, ik zie een paaltje, we moeten daar naartoe. Die wil heel graag naar dat paaltje van 0,5. Als mol zijnde, weet je natuurlijk dat daar een halvering staat. Perfect voor een mol. En ze ging ook de hele tijd Nikki helpen, ze had haast, ze moest doorlopen. Ze wou vet graag naar dat keer 0,5. Ik weet niet zeker, staat daar een bordje? En daar gaan we het doen, bij dat paaltje. Toch? En toen ze daar uiteindelijk met de hele groep stonden, toen zat iedereen, ah, chips, keer 0,5. En Peggy, die stond daar gewoon met een dikke vette grijns op de gezicht van, hé, 0,5. Is zij hier een mol? Ja, dit is keer 0,5. Dus dan 0,5. Ja. Dus het is gewoon een halveren. Ja, de anderhalf was veel. We hadden kunnen blijven staan bij anderhalf. Maar ja, ergens wil je ook door en wil je weten wat daar nog meer te halen valt. En dat is iedere keer weer de wijze les. Je moet niet zo gretig zijn. Nou, dan gaan we naar opdracht 2. En ik denk dat ik niet meer hoef uit te leggen wat deze opdracht is. Dit is natuurlijk de welbekende laseropdracht. Waar ze plusgeld, mingeld en natuurlijk de jokers konden verdienen. Die natuurlijk ook op naam stonden. Dus daar moest je natuurlijk ook nog een beetje naar kijken. Maar in deze opdracht zou natuurlijk de mol, die zou natuurlijk veel min geld en jokers willen hebben. En een klein beetje geld zou niet zo heel erg zijn. Maar dus met weinig geld over de finish willen gaan en met veel geld niet over de finish willen gaan. En de mol die zou ook haast hebben, want hoe sneller je door het parcours gaat, hoe meer dingen je gaat missen, hoe verder de kist ligt. Dus als dan iemand nog ergens achter ligt en nog jokers of geld vindt en niet bij de kist komt, telt dat natuurlijk niet. Dus de mol die zou veel meters willen maken en veel min geld willen krijgen. En dan moeten we even kijken wie de meeste meters heeft gemaakt. En dat is natuurlijk Horace. Het gaat super goed, Horace. Ah, fuck. En dan is het over. Okay. Nou, ik ga even snel alle koppels bespreken, kijken wat ik verdacht aan hun vond. En het eerste koppel is natuurlijk Nikki en Ron. En zij gaan als eerste het spel in. Ja, en het eerste is een beetje, je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet waar de jokers liggen, hoe hoog, waar het geld ligt, dat soort dingen. Dus het is altijd een beetje kijken aan het begin. En ze zijn ook heel bang om natuurlijk de booby trap door te knippen. Het is natuurlijk heel raar, want als kandidaat zijnde wil je natuurlijk zo snel mogelijk door het parcours en dus alle booby traps uitschakelen. Maar als mol zijnde wil je natuurlijk obstakels houden, waardoor mensen zeg maar af kunnen gaan. En dat is natuurlijk om juist de booby traps te houden. En dat is juist wat die twee hebben gedaan. Er is een draad. Moet je hem niet afknippen? Met wat? Met die, ik heb hier een tang. Ja, maar... Dan mag jij dat doen voordat ik weer af ben. Nou, dan heb je natuurlijk het tweede koppeltje. En dat is Patrick en Peggy. En Patrick die gaat lekker op zijn Patrick's door het parcours heen. Die pakt wat jokertjes, pakt 100 euro.
komt helaas niet bij de kist voordat hij, zeg maar, hij wordt al eerder afgeschoten. Dat is wel jammer. Het is een beetje twijfel, want als mol wil je natuurlijk de jokers, en die zijn dus nu niet in de kist, maar die wil ook niet de 100 euro in de kist. Dus het is een beetje kandidaat molachtig. Ik weet niet, hij is gewoon lekker op zijn Patrick's door het parcours heen gegaan. Maar dan heb je ook nog Peggy. En Peggy die was ook die ging ver voor Patrick uit, waardoor Patrick dus niet bij die kist kwam. En Peggy die neemt ook een joker voor Horace mee. Nou ja, die legt ze op de kist, want ze had geen tijd om hem in de kist te leggen. Peggy die zegt ook nog in een soort interview van Horace, you owe me one. Echt van, ze claimt alsof ze een kandidaat is van, hey Horace, ik wil nog iets van jou. Ik vind het heel raar. Ik weet ook niet hoe ik dit moet plaatsen, maar ik vind het wel enorm verdacht. Ik heb hier voor Horace. En op het moment dat ik een joker vond die voor Horace was, toen werd ik gepakt. Dus helaas. Dus Horace, you owe me big time. Nou, dan heb je ook nog het derde koppel. En dat is Horace en Tycho. En wat ik verdacht vond aan... Tycho die ging natuurlijk gewoon door het parcours heen. Die ging gewoon tijgeren, zoals hij het zelf noemt. Maar wat ik verdacht vond aan Horace en Rob de Kaai zei het ook in Moltak, is dat Horace Tycho misschien heeft afgeschoten. En ik heb even teruggekeken en ja, het zou kunnen. Horace die zat namelijk achter Tycho. Tycho die liep verder vooruit. En Patrick zou het ook kunnen gedaan hebben bij Peggy. Maar het is Patrick, dus zou het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ik verwacht het in ieder geval niet van hem. Maar van Horace zou het best wel kunnen, want ik verdenk hem enorm. En kom op, het is Horace Cohen. Dus dat zou best kunnen. En Horace die maakt ook vet veel meters. En die heeft dus ook heel veel geld in de kist gedaan. En ik heb ook even teruggekeken wie er nog meer geld in de pot heeft gedaan. In de kist heeft gedaan. Want er zat natuurlijk min geld in de kist. En Nikki die had 75 euro in de kist gedaan. En die was natuurlijk als eerste. Dus ja, het was een beetje moeilijk over te liegen als er geen meer geld in de kist kwam. Peggy die heeft ook een klein beetje geld ingedaan. Maar niet dat ik zag echt rode briefjes. En Horace die heeft dus heel veel geld in de kist gedaan. En ik dacht dat ik een rood briefje zag dat hij in de kist heeft gedaan. Dus dat zou natuurlijk min geld kunnen zijn. Hey! Jongens. 50 euro in de pot. Man is echt een strijder. Dan heb je natuurlijk nog Nadja die als enigste het parcours inging. Nou ja, we weten inmiddels dat ze kandidaat is. Ze heeft ook geen geld in de kist gedaan, geen jokers. Volgens mij kwam ze niet eens bij de kist. Dus ja, niet interessant meer voor Wie is de Mol. En dan heb je natuurlijk nog het laatste koppeltje. En dat was Ellie en Jeroen. En Ellie, ja, die claimt echt een beetje dat ze de politieagent is. Dat ze zegt ook tegen iedereen laag blijven, beschutting nemen, dat soort dingen. Terwijl ze zelf best wel hoog was. Ze ging veel staan en dat soort dingen. Ze was dan wel vet fanatiek van, we moeten die schutters afschieten en dat soort dingen. Maar als politieagent zou je natuurlijk wel het hele parcours door kunnen gaan. En Jeroen, die gewoon een radiopresentator is, die ook best wel groot is, die kwam wel over de finish. Dus ja, als hij ook een mol zou zijn, dan zou hij zichzelf natuurlijk af laten schieten of zelf afschieten, zodat er helemaal geen geld in de pot kwam. Maar hij is dus, vind ik, kandidaat, omdat hij wel over de finish kwam. Hier. Ik heb hem. Nou, dan gaan we naar opdracht 3. En dit was natuurlijk de opdracht waar ze vragen over Italië aan elkaar moesten stellen. En de mol die zou natuurlijk die weet natuurlijk, er komt 1500 euro op tafel en een zwarte vrijstelling. Dus die wil daar invloed in hebben. Die wil natuurlijk de zwarte vrijstelling, want die wil absoluut geen 1500 euro. Dus die wil daar invloed op hebben. Hoe kan je daar invloed op hebben? Je kan penningmeester zijn en als je geen penningmeester bent, dan moet je dus één van de twee winnaars zijn. Dus dan moet je zoveel mogelijk vragen goed hebben. Dus dat moeten we enorm onthouden, want wie had nou uiteindelijk de meeste vragen? Het duo dat binnen 2 minuten de meeste goede antwoorden heeft, maakt kans op een zwarte vrijstelling. Nou, je had natuurlijk in deze opdracht Nadja en Ron die gewoon lekker vragen aan elkaar. Die Ron ging natuurlijk lekker vragen stellen. Nadja die dacht dat Europa er ineens heel anders uitzag. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. En dan had je ook nog Horace en Nikki. En wat ik heel erg raar vond is Horace die
die had een enorme blackout. Die wist helemaal niet meer wat hij moest zeggen. En ik heb hem een paar keer gesproken en daar was hij echt enorm van. Antwoord, vraag, boom. Die was vet snel met antwoorden. En ja, het kan natuurlijk dat hij een beetje onder tijdsdruk zat. Of hij zat van, oh shit, zwarte vrijstelling, die wil ik, weet je wel. Dus ja, dat kan. Maar ik vind het niet iets voor Horus. Ik vond het verdacht. Waar, naast welk land ligt Italië? In welk deel van de wereld ligt het aan? Nou, dan had je ook natuurlijk nog Tycho en Peggy. En die waren echt vet goed bezig. Tycho die stelde hele goede vragen. Alleen op en Peggy die antwoordde ook vet snel. Alleen op een gegeven moment had hij gewoon een soort blackout. Hij wist niet meer wat hij moest vragen. Hij zat van, shit. En Peggy die wou heel graag die zwarte vrijstelling. Want die had weer een beetje haast en dat soort dingen. En dit is natuurlijk ook weer wat de mol wil. Want die wil weer natuurlijk invloed op de geld of de zwarte vrijstelling. Italië. Italië? Ja, wat is de hoofdstad? Rome. Je hebt van die ronde dingen die ze daar eten. Pizza's. Je hebt ook van die lange slierten die ze daar eten. Pasta. En nou, dan had je natuurlijk het winnende koppel uiteindelijk. Dat was Jeroen en Ellie. En Ellie ging natuurlijk vragen stellen en Jeroen die antwoordde ze. En wat ik heel erg verdacht vond is Ellie die... we hebben ook niet gezien dat ze die envelop openmaakte. En Ellie die wist heel snel allemaal vragen over Italië. Als mol zijnde weet je natuurlijk dat... iedereen het thema Italië heeft. Dus kon je alvast een beetje voordenken over de vragen. Als mol zijnde zou je dit natuurlijk vet handig vinden. Want je wil natuurlijk die zwarte vrijstelling en geen geld. En wat me ook opviel is heel veel mensen die vroegen bijvoorbeeld vragen zoals... wat is de hoofdstad van Italië? Dat is natuurlijk Rome, daar is maar één vraag goed. Maar Ellie die vroeg ook vragen zoals... wat is een voetbalteam van Italië? En daar kan je zo 8 tot 10 goede antwoorden op hebben. Dus dan heb je meerdere antwoorden die goed zijn. Dus ja, ik vond het een beetje listig. De een naar de andere vraag. De Apennijnen, de Middellandse Zee, Juventus. Sophia Loren. Nou, toen Ellie natuurlijk, Ellie en Jeroen uiteindelijk gewonnen had... kreeg Patrick, de penningmeester... nog een keuze. Hij mocht namelijk de zwarte vrijstelling, mocht hij kiezen. De zwarte vrijstelling of €1500. En hij koos voor €1500. En dat is natuurlijk super slim als kandidaat zijnde. Want zo lijk je natuurlijk al helemaal een kandidaat, omdat je voor het geld kiest. Maar hij had zelf natuurlijk ook een joker. Dus als hij dan de zwarte vrijstelling koos, dan kon hij natuurlijk zijn eigen joker ongedaan maken. En dat is niet slim. En Ellie heeft natuurlijk ook een joker. Dus uiteindelijk is dit een best wel hele slimme keuze wat hij heeft gemaakt. Ik wil nu het antwoord. Ik ga voor €1500. In de pot. Neem ik deze weer mee? Ja. Jammer jongens. Maar €1500 voor de pot. Kunnen jullie ook goed gebruiken. Nou, dan gaan we naar test en executie. En ik hou elke week bij wie verdenkt. En nou, het is een heel schema geworden. En ja, misschien is het voor jullie een beetje chaotisch. Maar zelf vind ik het wel heel erg handig. Maar wat me opgevallen is, is dat vorige week zat Nadja op Ron. Een man dus. Deze week zei ze, heeft ze niet gezegd ik zit wel op die. Maar ze zei ik zit niet op Jeroen. Ron en Tycho. Ja, ik heb wel een paar kandidaten afgestreept. Ik denk dat Ron het niet is. Ik denk dat Tycho het niet is. En Jeroen denk ik ook niet. Dit zijn 3 mannen. Er zitten 5 mannen in het spel. Dus 2 mannen kan ze verdenken. Maar ze zei zelf, ik zat in een tunnelvisie. Dus waarschijnlijk heeft ze in deze kandidaat, deze aflevering ook gezegd van... op de vraag van is de mol een man of een vrouw, heeft ze waarschijnlijk een vrouw gedaan. Dus dat betekent dat de mol een man is. En ze heeft natuurlijk ook nog een joker gehad. Dus ja, dus met een hulpmiddel en op een vrouw stemmen is ze dus is ze naar huis gegaan. Dus dan kan je vrijwel zeggen dat de mol een man is. Nou, om dan natuurlijk echt te weten, om even te kijken wie natuurlijk de mol is, ben ik even langs alle 5 de mannen gegaan, wie ze verdenken. En nou, 1 iemand viel alweer bij mij op. En wie is dat? Horus Cohen. Want bij aflevering 1 verdacht hij Tina en Nadja. Nou, we weten, Tina die was in de eerste aflevering er al uit, die is kandidaat. En Nadja ging deze aflevering eruit. Dus hoe heeft hij dan de eerste aflevering doorgegaan? Misschien omdat hij de mol is. Gingen we naar aflevering 2, dus deze opdracht, stemde hij op Nadja. Alleen Nadja hebben we wel gehoord dat hij die verdenkt. Dus... heeft hij ook nog op zichzelf gestemd waarschijnlijk, waardoor hij dus de mol is, vind ik. Als je me nu vraagt wie de mol is, verdenk ik meer mensen dan dat ik dat bij de eerste ronde weet.
Nou, dan vond ik nog iemand verdacht tijdens de verdenkingen. En nee, dit is niet een man, het is een vrouw, Nikki. Want die verdenkt Nadja ook. En we weten, die is natuurlijk naar huis, dus die is niet de mol. Er was een vraag die we, zeg maar, een testvraag van Nikki zagen. En dat was, zeg maar, van in opdracht 3, welke positie had de mol? En dan was de antwoord, had je 3 antwoorden. Je had de mol stelde vragen, de mol gaf antwoorden, de mol was de penningmeester. En Nikki die zegt dus dat ze Nadja verdenkt en zegt dus ook de mol die gaf antwoorden. En dat is ook zo wel, Nadja die antwoordde ook wel, maar zelf antwoordde ze ook. Dus ja, als mol zijn is natuurlijk heel erg slim dat ze zegt van ja, ik verdenk Nadja, maar ik stem op mezelf. Dus ja, ik vind het wel een beetje verdacht. Ze laat niks los, ze is geheimzinnig, ze vindt jokers, ze doet gek. Het lijkt alsof ze een dubbele agenda heeft. Nou, net zoals altijd vertel ik natuurlijk ook, bespreek ik nog wat reacties van jullie. Dus zet ook deze week weer een reactie onder de video voor als jullie nog hints hebben gevonden die ik gemist heb. Zet ze vooral in de reacties onder deze video, want misschien bespreek ik die wel volgende week. En we beginnen met de eerste reactie. En nou, dit is echt wel een trouwe kijker. Vorig seizoen deed hij namelijk ook al mee. Had ik hem ook een paar keer in de video. En dat is Ta Stefan. Ik zeg het nog steeds goed. En Jeroen is zijn mol. Hij vond hem heel erg verdacht, omdat hij in het dorpje begon en de spiegels verstopte. Waarschijnlijk, denkt Ta Stefan dus. En ook met de opdracht in het dorp, met het restaurant, zei hij ook van... hij zei veel mannennamen en opeens vrouwennamen. Dus dat vond ik ook wel een beetje verdacht. En hij was ook niet zo veel in beeld, dus dat vond hij ook verdacht. Dan hebben we ook nog Gerda van der Wel. En die kwam toevallig mijn kanaal tegen, vond me superleuke video's. En nou ja, ik heb een leuke nieuwe abonnee erbij. Ook een dikke shout-out naar jou, maar die doet ook mee naar de pool. En we gaan nu dus ook naar de pool, want ik heb een pool aangemaakt. Ik zal het linkje wel weer in de beschrijving onder deze video zitten voor als je nog de e-mail. En dan laat ik ook even zien wie op de top 3 staat. Dus we gaan daar nu even snel naartoe. En nou, er zijn echt heel veel mensen met 200 punten. Onder andere ikzelf. Maar het staat op volgorde van naam, dus Anita M., Anne Does en Anne Zuidema, die staan bovenaan. Maar eigenlijk staat tot en met Ilna Tel hebben allemaal 200 punten. Dus die staan eigenlijk allemaal op een gemiddelde eerste plek. Dus allemaal dikke shout-out naar jullie. En dan ga ik natuurlijk ook nog zelf mijn punten inzetten. En we hebben ook nog de testvraag van vorige week gehad. En dat was van in welke auto zat de mol? Zelf vond ik Horace Cohen heel erg verdacht in de eerste aflevering. Dus ik heb donkerblauw ingevuld. En aankomende maandag ga ik hem natuurlijk ook invullen. Nou, dan ga ik natuurlijk ook nog mijn punten inzetten. En dat doe ik natuurlijk op de Wie is de Mol app. Dus ik ga hem openen. En al mijn mollen zitten er nog in. Ik vind dat zo grappig altijd. En ik heb dus ook 200 punten erbij. Dus we gaan verdenkingen doen. Nou, mijn hoofdmol is Horace Cohen. Dus die krijgt sowieso 50 punten. Dan vind ik, laten we even kijken, Peggy. Die vind ik ook best wel verdacht. Dus die krijgt ook 50 punten. Tycho vind ik toch ook wel verdacht. Vooral met die stenen. Dus die krijgt ook 50 punten. En ja, die laatste 50 punten vind ik een beetje moeilijk om te plaatsen. Maar... omdat ik een beetje wil blijven spreiden, ga ik toch een beetje mee met jullie, de kijkers. En, want daar staat hier zo op de site, 19% vindt Ellie verdacht en dat is het meeste. Dus dan doe ik de rest maar op Ellie. Dus nou, dat zijn dus mijn punten van deze week. En ik hoop dat jullie ook al jullie punten inzetten, want dan kan ik het natuurlijk zien in de pool. Dus, vond je het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ik vond het echt een geweldige aflevering vanwege de lezenopdracht. Zet natuurlijk ook een vette leuke reactie onder de video. Of als je nog een hint hebt, zet ook in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Duimpjes omhoog, reactie, ja. En dan zie ik je in de volgende video weer. Doeg!